dit rapport beargumenteer ik dat een transitie van de landbouw nodig is. Dat betekent dat zowel de stikstof- en natuurdoelen gehaald moeten worden, als dat de beweging naar perspectief wordt ingezet. Remkes zegt, stel nou die basis, die staat van de natuur centraal. Ga nou, en dat is echt nieuw, ga nou in 2025 en in 2028 eens kijken, hoe ligt die natuur erbij, hoe herstelt die zich? Heeft het effect wat je doet? En baseer daar je beleid op. Want uiteindelijk wil je die natuur herstellen en daarmee zorgen voor die balans tussen landbouw en tussen de natuur. En dat is wat hij adviseert en daar sta ik achter. Wat ik vooral belangrijk vond, is dat Remkes ook de terechte zorgen en woede bij veel boeren ook erkent. Dat die niet gebaseerd is op een onderuitgevoel, maar ook soms gebaseerd is op overheidsbeleid die echt zwabberend is. En een duidelijke spiegel ook naar het kabinet. Dat kaartje onder andere gewoon echt desastreus heeft gewerkt. Wat ik heel knap vind, is dat hij met alle mensen, alle betrokkenen om de tafel is gaan zitten. Dat ze zijn aangeschoven en dat ze met z'n allen hebben gezegd, we gaan de schouders onder de natuur zetten. Ik benadruk dat ook de industrie, de mobiliteit en de bouw een grote bijdrage zullen moeten leveren. Hier wordt eigenlijk gezegd dat er ook andere manieren zijn om stikstof te reduceren. En er worden heel nadrukkelijk ook echt andere sectoren genoemd die nu meegenomen moeten worden. Want het is niet eerlijk om het alleen maar op het bordje van de boeren te leggen. En dat is hier jaren gedaan. En nou ja, daar ben ik de heer Remkes wel heel dankbaar voor dat hij dat zo expliciet in het rapport heeft gezegd. Tegelijkertijd kondigen boerenpartijen alweer een nieuwe protest aan, omdat zij het niet eens zijn met die versnelde uitkoop of verplaatsing van de piekbelasters. Hoe kijkt u daarnaar? Ik heb dat gehoord en ik vind het een ambitieus voorstel. Die 500 tot 600 piekbelasters die vrijwillig wel zouden moeten worden uitgekocht, ja, daar zitten ook 500 tot 600 families achter. Ten eerste kan dat door te kiezen voor een andere bedrijfsvoering die bewezen effectief is. Het is ook mogelijk te verplaatsen, zolang aan de brede doelstelling wordt voldaan. Tot slot is het ook mogelijk om te stoppen. De korte termijn aanpak moet in de kern gebaseerd zijn op vrijwilligheid, maar om te kunnen werken is een deadline voor het maken van die keuze noodzakelijk. Dat betekent dat de overheid bij de hopelijk beperkte aantallen agrarische ondernemers die de deadline laten verlopen niet anders kan dan verplichtend instrumentarium in te zetten. Wij zullen altijd tegen verplichte uitkopen zijn. Maar ik denk, als je die boeren de ruimte geeft en de mogelijkheden geeft om die stikstofreductie te behalen, dat je aan een heel eind komt. Want boeren die reduceren al decennia, die kunnen dat gewoon. Dan is zo'n verplichte uitkoop niet aan de orde. Misschien is het helemaal niet nodig. Dus wat dat betreft bent u positief? Ik ga hier positiever het pand uit dan ik in maanden heb gedaan, zeg maar, op dit onderwerp dan.